En dan de buitenunits eigenlijk gaat plaatsen. Ja, ik heb erbij gezet geluid, hè. En voorkomen is beter dan genezen. En dat blijkt ook wel. Als je vooraf goed kijken wat er allemaal kan. En dan zul je inderdaad heel veel problemen al van voor kunnen zijn. Want een warmtepomp maakt twee soorten geluid. Enerzijds hebben we natuurlijk te maken met het afstralisch geluid. Dat zeg ik wel eens ventilatorgeluid. Maar er zit ook een compressor in. En die compressor die heeft een laagfrequent toon. En laagfrequent kun je eigenlijk alleen maar weghalen met massa en ervoor te zorgen dat je hem goed akoestisch isoleert. Nou, mooi voorbeeld. Je ziet daar bij wijze van spreken een ophangbeugel staan. In de ophangbeugel set bij ons, als je die koopt, dan zitten de Phonex pluggen bij. Die ga je eerst in de muur zetten en dan schroef je die beugel er tegenaan. Dan hang je die haken erop waar de, met de machine op komt te staan en er zitten nog extra trillingsdempers bij. Dus die zet je er eerst op en dan de machine er pas bovenop. Dan heb je hem akoestisch zoveel mogelijk geïsoleerd ten opzichte van die muur. En die muur moet inderdaad gewoon een baksteenmuur zijn en niet aan een houten wand, want dat is weer een klankkamer die erin zit. Dus vandaar ook een zware constructie. Niet alles wordt natuurlijk opgehangen, er ook bij zat, die wordt natuurlijk niet gezet. Nou, dat kan ook. Dan moet je hem altijd op bigfoots zetten, zoals wij dat noemen, of van die grote rubber opstelbalken, zo worden ze ook wel genoemd. En wat is het dan waar die momenteel op staat? Is het dan begane grond? Ik denk het niet, ik denk dat dit een dakje is. Alleen is het dan een, ja, laten we zeggen een betondak? Is het een houten dak? En daar zit natuurlijk wel een verschil in, want een betondak, nou, dan zal misschien nog wel een gedeelte weg kunnen halen, maar in een houten dak, dan kan het zijn dat het natuurlijk een bepaalde resonantie gaat veroorzaken. Vertrouw je het niet? Doe er nog een extra trillingsnappers in. Dat staat ook eigenlijk op de foto aangegeven in dit geval. Dan heb je nog een mogelijkheid om dat weg te halen. Maar heel belangrijk is ook, dat is die laatste opmerking die eronder staat, liever niet aan of op een verblijfsruimte monteren. Als je de machine buiten neerzet of op moet hangen aan de muur, kijk eens even wat zit daar dan onder of wat zit daar achter. Is dat bij wijze van spreken een woonkamer? En zou je 3 meter verder, bij wijze van spreken bij een bijkeuken zitten, zet hem dan die 3 meter verderop. Maar die verblijfsruimte, daar is men veel. Daar kan het een keer rustig zijn en dan kan het wezen dat ze geluid gaan horen. Als je gaat horen, ga je focussen en dat kan uiteindelijk omgeven tot een bepaalde irritatie leiden. Dus voorkomen beter dan genezen. En dat is zeker als je namelijk het laagfrequent geluid gaat doen. Een andere variant is dat er nu natuurlijk een, ja, er is nu een verplichting, hè? Wij mogen vanaf 1 april dit jaar niet meer dan 40 dB aan geluid hebben. Afstraling eigenlijk bij de buren. Heb je een nachtreductie erin zitten, wat wij ook hebben, dan mag het 45 dB overdag zijn, dan mag het 40 dB 's nachts zijn. Alleen, geluid is voor een heleboel mensen een lastige variant. En toen ik daar ook mee begon, was het ook zo dat ik dacht van ja, wat moet ik daarmee? Nou, er zijn een paar hele mooie plaatjes en eigenlijk spreekt het een beetje voor zich wat geluid doet. Dat eerste plaatje wat je hier ziet, is dat er eigenlijk een machine staat in het vrije veld. Hij staat helemaal vrij. Ja, prima, dat komt niet voor als je in de bouw zit. Jawel, kan misschien wel een schuurtje staan. Kan die misschien best wel helemaal vrij staan. Nou, dat zou kunnen. Nou, laten we ervan uitgaan dat het zo is. Hij staat op de grond. Het geluid kan dus niet naar beneden. Maar het kan wel naar de zijkanten. Het kan naar voren en naar achteren toe. En het kan ook omhoog. Eigenlijk in een soort halve bol, zoals ze het daar ook noemen. Die Q2, dat is de halve bol, zoals ze dat noemen. Kan dat geluid zich gedurende verdelen. Het kan eigenlijk alle kanten op, laat het maar zo zeggen. Nou, dan heb je het minste geluid. Maar wat doen wij vaak? Als je zo'n halve bol hebt, wij plaatsen daar een muur achter. Want wij zetten hem tegen een woning aan. En als je dat doet, dan halveer je dus die halve bol en hou je nog een kwart over. Met alle respect, al het geluid wat er achter de weg komt, dat kan nu niet meer. Dus alles gaat naar voren en naar de zijkant. Dat betekent uiteindelijk dat natuurlijk het geluid omhoog gaat. En als je hem zo verder inzet, dus je halveert dit, dan verdubbelt het geluid. En dat betekent natuurlijk dat het best heel veel is al om dat te gaan doen. En uiteindelijk, als je hem dan een keer in een hoekje zet, dan zetten we nog een wandje erbij naast. En dan hou je nog een achtste van dat hele bolletje hou je over. Ja, dan heb je natuurlijk echt een trechter, hè. En dat betekent dat je natuurlijk al het geluid natuurlijk naar voren wegstuwt daarin. En dat is natuurlijk eigenlijk dan ja, de minst ideale oplossing. Dus eigenlijk heb ik altijd maar één advies. En zeg van, probeer de machine zo vrij mogelijk op te stellen. En wil je echt weten of er op de erfgrens bij de buren dus inderdaad een geluidsprobleem zou kunnen gaan ontstaan. Op de website van de Rijksoverheid, daar kun je namelijk gewoon gratis het programma downloaden waar je dat mee uit kan rekenen. Inclusief een mooie handleiding die erbij in zit. En dan kun je voor jouw situatie eventueel exact uitrekenen of er inderdaad problemen al dan niet mochten zijn. In het twijfelgeval doe dat.
Want als er wel een situatie ontstaat en de klant, de buren in dit geval, die gaan dat aanhangig maken, dan moet er een onafhankelijke akoestische firma bij komen. Dat kost een heleboel centjes. En als daarna dan blijkt dat je toch te veel geluid maakt, moet er ook nog een omkasting overheen en die kost ook geld. Dus liever van tevoren eventjes goed bekeken en goed berekend, dan weet je zeker dat je geen problemen hoeft te verwachten. Nou, dus dat eventjes als het gaat om een stukje van de geluidvariant.